Welkom iedereen bij de finale van Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List voor Arc V. Oh, je dacht dat we al klaar waren met de campaign. Nee, we hebben nog één serie om te gaan hierna. Maar ja, nu beginnen we eigenlijk met de epiloog van de Arc V. Ray heeft ons uiteindelijk gered van Zark. Alleen Ray werd toen gereïncarneerd naar Riley. En Riley werd toen een kind. En de angst was nog steeds zolang Riley niet kan lachen. Ja, we gaan die richting op. Heeft Zark nog een kans om terug te komen? Dus de bedoeling was dat wij twee duels zouden gaan halen. Eén duel tegen Declan. Om te kijken of wij entertainment dueling naar voren kunnen brengen. En uiteindelijk Riley aan het lachen kunnen braken. En als laatste de fight tegen de vader van Yuya, Yusho. Om gewoon puur een leuk duel te hebben. En dan was eigenlijk de laatste paar episodes daarvan. Was het sterk? Als laatste? Ja, maar dat stuk was gewoon zo hard kapot gerushed. Dat had je eerlijk gezegd zo zat van waarom nu. Maar ja. We gaan nu hebben over de laatste booster pack. Maximum Crisis. Ofwel de Zark deck. Maar dat was Zark. Supreme King Dragon Zark was daar het ding van. Ik heb al kort uitgelegd van wat daar precies in zat. Dat heel veel kaarten in. Zoals bijvoorbeeld Buster Blade, DDD, Dark Contract, Destruction Sword, Familiar Possessed, Magician, Ordeis, Performer Pell. Ordeis en Performer Pells zijn niet dezelfde kaarten. Ook al zijn er wel Ordeis, Performer Pell kaarten. En gaf nog wat dingen voor Spirals, Supreme King Drake en wat support voor Lyrilus, Pendulum en True Dracos. Supreme King Gates waren pendulumkaarten van 0 tot en met 13. Nou, voor mensen die ooit Yu-Gi-Oh! Zelf hebben gespeeld, weten het. Er zijn letterlijk maar een paar kaarten qua levels tussen 1 en 12. Dus je kon letterlijk alles pendulum summonen. Nou, in de anime kregen wij hier uiteindelijk de fusion kaarten voor Ordeis. En dat zijn Ordeis, Venom Dragon, Ordeis, Wing Dragon en Ordeis, nee, hadden we wel gehad, Ordeis Raging Rebellion en Rebellion Dragon Overload. Dit waren de kaarten waarin je Starving Venom samen met een Ordeis, een Dark Tuner met een Clearwing Monster en een Ordeis kaart of twee level 7 Dragon Monsters, wat vaak Ordeis dus was. Wat eigenlijk zien dat Yuya in controle was van zijn Zark deck. Nou ja, Ordeis op zichzelf werd uiteindelijk een eigen deck op zichzelf door middel van de support die het allemaal kreeg. Want later kreeg het gewoon heel veel goede extra deckkaarten. En het had voornamelijk veel meer kaarten rondom de Ordeis zelf. Bijvoorbeeld Ordeis Saber Dragon. Maar ook Mirage Dragon, Persona Dragon, Arc Pendulum Dragon en Performal Pell Old Ice Light Phoenix. Ja, dan heb je een Performal Pell en een Old Ice. En na deze kreeg je ook zulke splits erbij. Want die splits focussen zich voornamelijk ook op de, nee, dat je beide kan gebruiken. Nee, ja, dan heb je de Magician Archetype. De Magician Archetype was voornamelijk voor de support rondom pendulumkaarten. Maar werd na een periode ook meer gefocust op de kaarten zelf van de draken. Dus Purple Poison, White Wing, Black Fang en Double Iris. Purple Poison kon gebruikt worden als een variant voor een Fusion Dragon kaart. White Wing kon gebruikt worden als een Synchro Dragon. Black Fang als een Xyz Dragon kaart. En Double Iris als een Pendulum Dragon kaart. Dus dat was een beetje jouw variant om op die manier aan die kaarten te komen. In plaats van direct een heel deck te summonen voor Starving Venom Fusion, Clearwing Synchro, Dark Rebellion Exceed en Ordeis Pendulum Dragon. Ja, ik mis ook de tijd dat we gewoon simpele kaarten hadden zoals Manny the Bug, maar ja. Maar ja, Ordeis was op zich leuk, was nooit echt competitive, maar was zijn leuke kaart om te gebruiken.
Omdat ze ook heel makkelijk te summonen zijn dankzij de pendulumgaten. Dus ja. Nou, wat Yusho gebruikt zijn voornamelijk kaarten rondom zijn eigen deck. En zijn eigen deck draait eigenlijk maar om één simpele kaart. En dat was ook eigenlijk zijn hele doel rondom duelen. En die kaart is Performer Pal Sky Magician. Ja, hij gebruikt ook een Performer Pal deck. Maar ja. Performer Pal Sky Magician is gewoon een tribute kaart. Level 7. Met stats van level 5 à 6. Dus zeer goed is het niet, maar oké. Okay. Om te beginnen. De kaart krijgt 300 attack wanneer je een spelkaart activeert. Hij kan een continuous spel die op het veld is, kan hij wisselen voor een andere magician kaart. En kan wanneer die kapot is een kaart vernietigen op het veld. Redelijk simpel. Maar ja, de grap van zijn deck is de spelkaarten die hij heeft. En dat is Magician's Left Hand en Magician's Right Hand. Magician's Left Hand negate trap cards. Magician's Right Hand negate spelkaarts. En dat is zijn hele gimmick. Maar ja, je kan wel nagaan. Als een gimmick is het niet heel sterk. Maar het was best fun om te zien om mee te klooien. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het feit dat jij je zo voordelen kan summonen, dankzij Pendulum, zorgt er gewoon voor dat als jij speelt tegen iemand die ouderwets duelt, dus zet een kaart, zet een trapkaart, dat is mijn beurt. Je loopt eroverheen. Als ik bijvoorbeeld een Nando of een Harm zou vragen van, hey, zin in een duel. En ik zou zeggen van, oké, jullie mogen Legend of Blue Eyes booster packs gebruiken. Ik gebruik Old Eyes. Die zijn binnen een beurt dood. Het tempo ligt zoveel hoger hierdoor. Maar ja mensen, dat was Arc V. Volgende aflevering gaan we naar Vrains. Tot later.